allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is donderdag, middag, avond. Mijn weekend is begonnen, of nou ja, eigenlijk niet helemaal. Want ik dacht dat ik gewoon de kids had morgen. Want ze zouden... mijn schoonouders konden niet op Enes verjaardag zijn afgelopen weekend, omdat ze keelpijn hadden. Ze hebben zich maandag laten testen. Maar... ja, we wisten nog niet zeker of ze dus die kant op zouden gaan. Maar we hadden wel gehoord dat de test goed was. Alleen we hadden niet meer gehoord of de kids konden komen. Dus we gingen er eigenlijk niet echt meer van uit. Maar toen appte ze vandaag van hoe laat komen jullie eigenlijk? Dus toen heb ik snel spullen gepakt. Maar ik had ze eigenlijk vanmorgen, heb ik al het huis schoongemaakt. Omdat ik dacht, ja, dan ga ik s'avonds of zo dat werk nog wel inhalen. Want ik dacht, met twee kinderen schoonmaken wordt niks. Maar dat heb ik dus vandaag gedaan. Maar... nu hoef ik dat niet s'avonds te doen. Nu ga ik morgen dan nog even werken. Dus als in, ik heb nog niet helemaal weekend. Maar toch ook weer wel. De kinderen net in de auto gezet. En daarna heb ik even een workout gedaan. Vandaar dat ik er zo bij zit. En ik ga zo lekker eten koken. Eindelijk weer eens mijn pasta. Die ik alleen eet als ik in mijn eentje ben. En dat is echt heel lang geleden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Sven die slaapt er namelijk vannacht ook. Morgen gaat hij daar dan werken en dan komt hij s'avonds weer terug. En dan moeten we even kijken of we willen uit eten, morgen of zaterdag. Want de kids blijven daar dan tot zondag en zondag eten mijn schoonouders dan hiermee. Maar ja, het zit natuurlijk altijd allemaal weer vol nu, omdat je alles moet reserveren. Dus we moeten even kijken waar we nog plek hebben, maar dat ga ik straks doen. Want de eerste paar dingen die we wilden, die zaten al vol. Dus we moeten eventjes meer zoekwerk gaan doen. Ik wilde nu eigenlijk gaan douchen, maar mijn handdoek zit nog in het droger, dus ben ik nog even in het dilemma. Oh, ik heb geen zin om mijn handdoek vies te maken, aan de andere kant moet ik toch nog wassen, dus misschien moet het ook niet. Who cares? Maar goed. Dus ja, change of plans. Wel even heel relaxed eigenlijk. Al zin in. Ik had eigenlijk morgen bindweefselmassage staan, maar ik zei, joh, en dat was om 9 uur. Ik zei, joh, kan ik het nog verzetten? Want... ik ben zonder de kinderen en ik zou toch wel heel graag eventjes uit willen slapen. Ja, niet dat ik tot 9 uur ga slapen, want dat bestaat volgens mij niet meer in mijn systeem. Maar wel dat ik niet ergens om 9 uur hoef te zijn. En toen zei ze, joh, tuurlijk. Dus nou heb ik volgende week afgesproken, dus dat is wel heel relaxed. Want ze had net nog een plek, maar ik zei, dat red ik niet, want ik moet de kinderen nog ophalen en in de auto doen en zo. Dus dat is wel heel relaxed. Dus morgen heb ik heb sowieso dus helemaal niks. Behalve dat ik dus nog moet werken morgen of dit weekend. Maar verder dus helemaal geen plan. Op eten na. Dus dat is top. Ik heb nog wel een hele hoop acties op mijn to-do-list staan. Waar ik er zeker wat van ga doen. Dat heeft van alles te maken met het huis. Financiën. Opruimmissies. En zondag ga ik op kraamvisite. Dus dat is heel leuk. Bij een van mijn beste vriendinnetjes die mama is geworden. Ik heb alweer een hele berg kleding van Elin klaar liggen. Oeh, dat ga ik even laten zien. Mijn projectje dat heb ik volgens mij nog niet eens laten zien. Ga ik even met jullie delen. Helemaal geïnfluenced door de huisbus. Kijk. Dit is nu Elins kast. Nou ja, wie de huismuts volgt, kent deze kratjes, denk ik wel. Nou, hier had ik allemaal zwemzooi liggen. En het was alles, altijd als ik iets pakte, viel alles eruit. Dus dat heb ik even georganiseerd. En dit is zeg maar wel de strandtas waar nog heel veel in zit. Maar dat hoeft ook nergens heen, zeg maar. En dan heb ik hier de zwemkleren, zeg maar, in zitten. En zwemluiers en dat soort dingen. Dan eigenlijk wat badspeelgoed en een hoedje. Dan heb ik hier de draagdoeken in zitten. En ja, memories heb ik maar even genoemd met een hartje. Ik dacht, dat is wel grappig. Hier staan er schoenen. Nou, ze heeft nu dus een paar aan en een paar mee. Dus vandaar pyjama's. Nog wat andere dingetjes. En dan hier al de kleertjes. Heb ik dus even alles wat te klein is eruit gehaald. Ook de slaapzakjes heb ik even opgevouwen. Maar dat ze daar natuurlijk eigenlijk niet meer onder ligt. Maar ik durf ze nog niet helemaal weg te doen. Daar ligt normaal de weekendtas onder, maar goed, die heeft ze nu mee. Dit zijn nog pakken luis die ik van een vriendinnetje heb gekregen. Die ze niet meer nodig had, maar daar past Eden nog niet in. Dus die liggen daar. En dan heb ik dus hier een hele berg die naar vriendinnetje gaat. Dus ik ben helemaal bij met mijn nieuwe kast. Of Elins nieuwe ingerichte kast. Het gaat dus helemaal niet goed dit.
Eerst had ik al de knoflook laten aanbranden, dus dat moest opnieuw. Tenminste, ik heb wel eens begrepen dat je er ziek van kan worden, ik heb geen idee. Toen had ik had geen parmaham, of ze hadden geen parmaham, toen heb ik er serranoham van gemaakt, maar ik weet niet. En nu gooi ik mijn kookroom erin, maar is het kookzuivel en het is echt helemaal niet zo romerig. Nou weet ik het niet. Ik heb helemaal geen zin om naar de winkel te gaan, maar aan de andere kant heb ik gewoon, had ik zo'n zin in deze maaltijd. Dat ik gewoon eigenlijk ook geen zin heb om nu een soort halfbakken meer te maken. Dus ik ben even in dilemma. De pasta is denk ik al wel 6 keer gaar. Lastig, lastig, lastig. Goedemorgen. Het is vrijdag. Ik had dus eigenlijk vandaag bindweefselmassage staan, maar die heb ik dus verplaatst naar volgende week, zodat ik kon uitslapen. Daar ben ik heel blij mee, want ik werd om 7 uur of zo wakker. Toen dacht ik, nou, dat is niet echt nodig. Ik lag er ook niet heel vroeg in, tenminste ik lag wel vroeg in bed, maar ik heb al heel lang een slechte film zitten kijken. Ik weet niet eens hoe die nou heette. Ik wil zeggen Desperado's, maar dat was het niet. Maar... Het was gewoon een Engelse film, maar het was ergens, een stuk was in Mexico, dus het had een Spaanse titel. Dat doet ik verder niet toe. Maar goed, was ik aan het kijken. Normaal lig ik er natuurlijk eerder in, maar ik denk dat ik nu om 12:30 of zo ging slapen, 12:00, 12:30. Ik heb geen idee, het kan ook 11:30 zijn. Het voelde als 11:30. Dus ik dacht, ik draai hem nog even lekker om. En toen was het 7:15. Oh, heerlijk. En ik hoorde al, volgens mij werd ik om 7:00 wakker van appjes. Dat was van Sven en de kids. Die waren dus echt heel vroeg wakker vandaag. Geen idee waarom, want Eden is meestal rond 7:30 wakker. En Niels die heeft natuurlijk gewoon zijn slaaptrainer op 7:10 staan. En dan komt hij eruit en dan voorhoor je hem in principe ook niet. Dus ik heb geen idee wat het was, maar ze waren lekker op tijd wakker. Ik ben lekker mijn omeletje aan het maken en ik ga nu dit nemen. Skin Nutrition. Dit is de Collagen Plus. Oh, is dat niet scherp? Hallo? Ja. Dit heb ik van degene die mijn bindweefselmassage doet. Want tegenwoordig neemt ze ook een beetje mijn buik mee. Marteling. Maakt niet uit. Want zeg maar, sinds de operaties is mijn huid wel echt duidelijk slapper dan... Ik heb nooit een slappe huid gehad. Zeker niet op mijn buik. Maar hij is natuurlijk 2 keer immens... Ik droeg heel erg naar voren, daarom heb ik natuurlijk ook direct cystase gehad. Ik droeg super erg naar voren, 2 zwangerschappen en allebei zijn ze echt ver over tijd gegaan. Dus mijn buik was echt humongous. Als ik een plaatje in de buurt heb, zal ik wel even eentje plaatsen. Mijn buik was echt mega. En dat slonk natuurlijk gewoon allemaal weer terug. En dat ging eigenlijk prima, maar eigenlijk sinds de operatie is mijn huid echt wel los. En het is beter na de tweede operatie, maar het blijft een beetje lossig. Ik ben een eitje aan het bakken, zeg hoor ik. En om dat weer een beetje een boost te geven, adviseerde zij dit. En ik dacht, nou ja, ik kan dat een keer gaan proberen. Dus dat ga ik nu nemen. Het is best wel ranzig. Dat had ze ook gezegd. Want zij heeft er 2, ze heeft ook nog iets groens. En die vindt zij zelf wel lekker. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik het lekker vind. Ja. Maar goed, dit is... Zij vond het naar fruit smaken. Nou ja, ik niet. Maar zij zei, ik doe het in een glas water. En dan doe ik er een klein beetje appelsap bij. Ik doe gewoon... Dat doe ik eigenlijk altijd met dingen die ik ranzig vind. Dan doe ik gewoon super geconcentreerd. Een soort shotje, zeg maar. Water met dat spul. En daarna drink ik dus een heel glas water met een beetje appelsap erin. Ik drink nooit appelsap, maar ik vond het wel een leuk idee. Dan is dat eerste shotje ranzig, maar anders heb je zo'n heel glas wat zeg maar eigenlijk niet echt lekker is. Ik heb dan liever dat ik gewoon 1 ranzige slok en dan gewoon, dus dat ga ik doen. Kijk, zo ziet het er dus uit. Nou, ik ga even een beetje
glaasje water. We voeren patte appelsap. Zo, ik had nog nooit een nuchtere maag gedaan. Dat is misschien niet helemaal lekker. Maar goed. Het zit er weer in. Ik ga mijn eitje afmaken. Nou, dit is toch heerlijk, jongens. Nom, 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 nom. Ik ben gisteren ook begonnen aan... ik ga lekker hier zitten trouwens. Too hot to handle. Dit moet ik gewoon even opgaan. Dan ga ik even lekker verder kijken nu. En ik wil echt mijn haar dus wassen, want zometeen dus dan shoppen met mama. Maar het is echt heel druilerig. Dus ik denk dat ik gewoon een kilo droog shampoo erin doe en dan was ik het morgen wel. Er komt net een ASOS bestelling binnen. Ik zag iets in de sale en toen keek ik eventjes verder wat er nog meer was. En ik raakte het helemaal verdwaald ook. Op die site. Maar wat ik nog een beetje mis is een beach cover-up. Alsof niet dat er stranden zo heen gaan. Maar als je naar het zwembad gaat, dat je dan gooi je altijd even wat over je bikini of badpak heen. Alleen alles wat ik daarin heb is gewoon heel groot geworden. Mijn moeder heeft één dingetje ingenomen. Maar de andere dingen zijn niet echt in te nemen en meer. Dus ik dacht, nou ik kijk even wat ze in de sale hebben. Dus ik heb nu wat aan. Ik weet nog niet helemaal. Dat is dit jurkje. Het is een gewoon heel simpel. Kijk, dat is het hele idee. Deze heeft zwaar nog zakken. Super relaxed. Het hele idee is natuurlijk dat je het gewoon even makkelijk over je zwemkleren aangooit. En dat je niet half nakend terug naar je huisje loopt. Ik vind die zakken wel heel relaxed. Volgens mij heb ik deze ook in het wit besteld. Maar ik weet niet meer zeker. Ik zal even kijken hoe dit ding heet. Thuis opruimen. Even kijken hoor. Dit is de ASOS Design Concealed Pocket in khaki. En dit is UK size 6. Dus volgens mij 36. Maar dat zal ik nog eventjes. Nee, dat is dus een XS, zeg maar 34. En dan heb ik nu van de witte heb ik een 36 aan. Nou, het maakt niet heel veel uit. De witte schijnt een beetje door, maar dat is in principe natuurlijk niet erg omdat je het over je bikini heen doet. Dit is hem. Dus dit is de witte, maatje groot. Ja, ik merk eigenlijk eerlijk gezegd niet echt een verschil. Die witte vind ik wel heel leuk, alleen dat is natuurlijk wel weer met kinderen en rotzooi en zo is het altijd een beetje lastig. Zeker als hij gewoon helemaal even wit is, als er nog een soort van werkje in zit of zo, is dat minder lastig, want dan valt het minder op. Maar hier zie je natuurlijk elke vlek op. Maar ik vind dit wel, zeg maar, frisser staan. Ik heb nog iets wits, volgens mij. Dat is dit play suitje. Die schijnt ook door. Maar dat hoort een beetje bij een beach cover-up. Dit is een M. Ik denk niet dat ze kleiner hadden. Ja, het maakt niet zo heel veel uit bij dit soort overgooiertjes, zeg maar, als het model goed is. Ik vind het wel leuk dat het gewoon een strapless dingetje is. Het is misschien een beetje wijd, maar ik vind het niet zo storend. Omdat het, ja, weet je wat, het is een soort upgeknipte vuilniszak, maar dan in a good way. Dit is deze van New Look. Deze Beach Place of zoiets, ik zal eens even kijken. Ik vind het ook wel gezellig. Ik denk dat ik morgen eens even aan Sven ga vragen. Het enige is dat... Doordat hij dus een maat M is, zeg maar, zit hij lager, denk ik, dan dat de bedoeling is. Dan heb ik nog een paar slippertjes. En ik heb nog even laten zien waar ik eigenlijk de bestelling voor deed, was dit. Dit zit heel erg ingepakt. Dit heb ik altijd, of dit heb ik altijd. Dit doe je 100 jaar mee. Ik heb nog een halve. Hij was nu in de sale. Ik dacht, straks gaat het verdwijnen. Dit zijn de Isle of Paradise self-tanning drops. En dit is medium. Een van de vegan friendly, cruelty-free, organic merkje. En deze drops gebruik ik dus dan door mijn gezichtscreme heen. Oh ja, deze heb ik nu, Henken. Sinds vorig jaar september, nu weet ik afgelopen september,
Want ik weet niet of jullie nog in een vlog hebben gezien dat ik naar een bruiloft ging. En toen had ik leuk dit zeg maar op mijn hoofd gesmeerd. Maar ik had twee druppels gedaan. Gewoon gemengd door mijn, volgens mij was mijn dagcreme. Dat is het idee, dus dat je het mengt gewoon door je dagcreme of je olie, whatever je doet. Of 's avonds, ik doe het nu altijd 's avonds. Maar dat was dus de eerste keer, dus ik had twee druppels gehad. Ja, dat lijkt me redelijk rustig aan. Maar ik zag trouwens een Oompa Loompa, dus die heeft me de hele weg in de auto zeg maar naar Frankrijk toe kapot gemaakt. Omdat ik uitzag als een Oompa Loompa. Dus één druppeltje en dan heb je net even dat beetje extra. Waarom ik het doe is omdat mijn gezicht krijgt alleen maar sproeten, kleurt verder. Nou ja, mijn voorhoofd kleurt, daar houdt het mee op. Dus als ik zeg maar mijn lichaam bruin wordt, vind ik het wel lekker om dan dit erbij te doen. Ik ga dat denk ik niet meenemen op vakantie hoor, dat gaat nog weer een beetje te ver. Maar gewoon voor hier vind ik dat wel chill. Maar nu zag ik dat ze ook dit hebben. Ja, het was echt flink afgeprijsd. Ja, dus één druppeltje, dus je doet hier echt 100 jaar mee. Dit is het self-tanning water. Hello Golden Glow staat erop. Maar dit is dus ook van Isle of Paradise, maar dan het self-tanning water. En die andere is self-tanning drops. With color correcting actives to even skin tone. Ik ben hier dus heel benieuwd naar. Ik dacht als ik dit op mijn benen doe, want mijn benen willen dus helemaal niks. Maar ja, ik weet dus niet welke verhouding ik hier moet doen. Dus moet ik even goed opletten. Maar ik was hier heel benieuwd naar. Dus dit ga ik testen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik op Ezos bezig was. Dit soort trouwens altijd helemaal lijp. Die gek op plastic. Mag natuurlijk helemaal niet bij Mittens. Het zijn deze slippertjes. Ze zijn van Ezos zelf. Ik draag bijna nooit sandalen. En dat heeft ermee te maken dat ik hele brede voeten heb. Dus ik moet eigenlijk een maat 38 hebben. Maar bij sandalen, om een van de redenen, moet ik dan vaak een 39 hebben. Omdat anders mijn voetbreedte er niet in past. Maar dan is het weer te lang. Dus dan zit het vaak aan de achterkant weer niet goed. Dus dat is altijd een enorm gedoe. Geen idee waarom het specifiek met sandalen is. Maar goed. Maar ja, soms wil je er wel een beetje netter uitzien. En maar niet meteen hakken aan. In de zomer. Dus ik dacht misschien een beetje nettere slippertjes. Dus dat heb ik nu. Maar het voelt heel raar. Ik weet niet waarom. Het voelt alsof er een hak onder zit. Wat niet het geval is. Maar je ziet denk ik ook wel meteen het probleem. Mijn voet versus de slipper. En volgens mij was dit dan nog de wide. Maar misschien heb ik het verkeerd. Ja, dat past gewoon niet. En qua lengte zit hij dan gewoon goed. Ik vind ze wel heel gezellig. Dat moet ik ook even zeggen. Ze zijn heel natuurlijk, zeg maar. Maar ja, dit... Nee, dit bereikt wel net niet wat ik wil. Dit is mijn outfit voor vandaag. Deze broek is van Mango. Vans. En dit basic shirtje van Weekday. En deze ketting, denk ik, van Stradivarius. Dus ja, dit is het lookie voor vandaag. En nu ga ik nog heel snel iets aan mijn nagels doen. En dan fietsen. Ik moest eigenlijk nu gaan fietsen, maar het regent best wel. Dus ik belde mama, want ik moet dan eerder weg. Want we gaan nu, normaal moet mama eerder weg. Maar we gaan nu naar, niet naar het centrum, maar naar Leidse Rijncentrum. Want we dachten, in het kader van vermijd de drukte, zoeken we een, denken we, rustiger oord op. We gaan eens kijken hoe je daar kan winkelen. Maar, pukkel in mijn wenkbrauw, die jeukt. Dat betekent dat hij over aan het gaan is, hè. Maar goed, het regende heel hard. Dus ik zei, mam, weet je goed als ik jou gewoon bel als ik vertrek? Ik heb wel echt berenhonger trouwens. Geen idee waarom, maar ik heb best wel trek. We gaan eerst lunchen en dan gaan we daarna even shoppen. Ja, een beetje. Ik heb niet echt, geloof ik, heel veel nodig. Ik heb trouwens allemaal verfstaaltjes aangevraagd van Vesting. Ik word helemaal blij van. Dit is een beetje qua kleuren waar ik voor Elin's kamer aan zit te denken. Dit is... Peach, pink peach. En dit is Terra pink. Vind ik ook een hele mooie kleur. En bij Niels zit ik een beetje meer aan groentinten te denken. Maar wat ik bij hem lastig vind. Deze valt sowieso af. Die vind ik niet mooi. Maar wat ik bij hem lastig vind. Is hij heeft natuurlijk al een kast. En die was ik op zich niet van plan weg te doen.
En dat is deze. Dus dan krijg je al best wel snel dat je denkt, ja, is dit nou leuk? Wat ik nog wel overweeg is misschien andere deurtjes erop te zetten. Want dit is wit. Ik zou ook nog kunnen kijken, dit ook wit of een andere kleur. Ik weet ook niet, heeft iemand ervaring met dit verven? Kan dat ook? Ik heb geen idee. Maar ik vind dit wel hele toffe kleuren. Dit is Soft Fern. Deze lijkt wel een beetje een soort textuurtje te hebben. Dit is Whispering Woods. Heel mooi. Deze wil ik iets, misschien iets te vrouwelijk voor. Dit is Poetic Pondicherry. Deze vind ik gewoon, ja, ik weet niet, op de site vond ik hem wel mooi. Maar ik vind hem hier een beetje te ja, vieze groen. Mos. Nou, dat vind ik net niet wat ik zoek. Dan heb ik hier twee kleuren zwart. Zo zie je maar dat daar ook altijd nog verschil in zit. Deze denk ik iets mooier, wat zachter. Dit is Black Clay. En dit is Pure Black. En ja, grijze is ook zo verschillend. Deze denk ik ook niet, want die vind ik eigenlijk een beetje in dezelfde tint vallen als deze. Dat is niet helemaal mijn tint. Ik vind wat, dat warmere grijs wat mooier. Dit is Loft. Rocky. Storm. Ash Grey. En deze wat blauwer. Dit is Hero's Time. Die vond ik ook wel heel tof voor Niels' kamer. Misschien dat dat ook wel beter staat met dit. Ja, dit is dan wel weer tof, denk ik. Nou, goed. Zo ben ik dus een beetje nou ja, wat aan het bestellen om te kijken van joh, wat. Ik ben natuurlijk die interieurcursus van de huismuts aan het doen. Ik ben dan gewoon een beetje aan het mijn moodboards en zo aan het maken. En ik word er heel blij van. En natuurlijk duurt het nog best wel lang voordat ons huis klaar is. Maar zoiets kost ook tijd, het hele bedenken. Ja. En ja, weet je, voor hetzelfde geld vind ik tegen die tijd weer iets heel anders. Maar ik heb nu, ja, ik vind het nu wel heel leuk om daarover na te denken. En ja, het is ook een soort van verheugen op natuurlijk. Dus ja, dit zijn eventjes de kleurtjes voor nu. Wij gaan even lunchen. We zijn beland in zo'n winkel waar ze zeg maar alles hebben. Van onderbroeken en badmatten tot alle veespullen van de wereld. En knutselspullen, ik weet het allemaal niet. Je kan het maar hebben. Nou, nu zijn we bij de feestpret aangekomen. Ze verkopen ook mijn merchandise hier. Mama die heeft zo ook wat moois gevonden. Voor al uw feesten en partijen. Oh, heerlijk. Nou, oh, die nemen we. Ik sta even in de mango. Maar deze is niet zo boeiend. Deze had ik net in een maatje kleiner aan in het nude. Ik heb nu een maatje groter aan in het wit. Maar dat vind ik ook niet helemaal. Ik vond hem in het nude sowieso mooier. Alleen, ik vind deze dan weer een beetje te wild zitten ofzo. Maar die nude vond ik weer zo kort. Deze gaat hier een beetje zo gek om. Is die nude? Hij is nog steeds covers, hè? Verder heb ik dit vestje. Met zeg maar strakke mouwen en als je verder gewoon losvallend. Deze is echt heel zacht. Het is een hele mooie. Hele mooie blouse. Ik heb nu dit fantastische pak aan, maar hij schijnt door. Ik vind hem wel echt fabulous. Maar ja, hij schijnt door en ik ben zeg maar een uur bezig, want het zijn allemaal knoopjes, om een boos te maken. Goede. Nee. Ja. Goede. Nog net morgen. Het is zaterdag, het lijkt wel herfst. Maar goed, maakt niet uit. Wij zijn met allemaal dingetjes bezig. Ik heb een mooie actielijst gemaakt. Waaronder een auto huren voor op vakantie. Vrezen vind ik dat altijd. Ik kan wel één dingetje afstrepen. En ik heb wel naar de zwemles van Niels gekregen, maar ik moet Sven even overbellen. Dat doe ik als ik links ben, ben ik niet. Ik moet nog iets aanpassen voor de belastingdienst. Boodschap moet ik nog bestellen. Heel belangrijk. Nou, ik heb een hele waslijst aan dingen die ik vandaag eventjes wil doen. En vanavond gaan we lekker uit eten.
Tenminste, of het lekker is, moeten we nog maar zien. Maar we gaan uit eten. Ik heb mijn nieuwe blouse aan van gisteren met een witte broek. Dus ik ga vandaag gewoon een beetje laptop en ik ga nog een beetje niksen, denk ik. Heerlijk, heerlijk. Dus. Net de klasfoto van Niels op de mail gehad. Het is echt een verschrikkelijke foto. Ik heb echt zelden een stel kleuters zo ellendig in de camera zien kijken. Het is een enkeling die lacht nog een soort van als een boer met kiespijn, maar de meeste zijn ze maar zo. Ik weet niet wat hij voor haar heeft gedaan. De fotograaf, maar ze zei niet, zeg allemaal pannenkoek of zo. Dat zat er niet in. Het is echt. En Niels, zeg maar, ziet er ook echt heel wit uit. Het valt helemaal weg. Nou ja, goed. Er valt wat op en aan te merken, maar we gaan hem wel bestellen. Want het is wel echt leuk voor later. Maar het is echt een hele slechte foto. Ik heb dat aan mijn ouders geschreven. Ik vind het ook wel. Leuk dat er een klasfoto is, maar dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Ze hebben iets nieuws bij Picnic waar ik echt mega blij mee ben. Namelijk van Willycraft. Dus ik heb van alles gekocht. Ik zal het even laten zien. Ik heb de kaasfondue, de Willycraft cheese fondue. Dit is dus allemaal vegan. En dat is heel fijn voor iemand die enorm houdt van kaas, maar lactose intolerant is. De cheese sauce, die ga ik zo meteen gebruiken. En de this is not parmezaan. Parmezaan is kaas. Nou, dus parmezaan kan ik volgens mij wel redelijk tegen. Maar goed, het is toch fijn om te hebben. Ik wil hem ook trouwens gebruiken. Hoppatee. Dus ik dacht, ik ga een pastaatje maken. Gewoon een simpele pasta. Dit is gewoon van die macaroni dingen. En dan dacht ik, dan doe ik een uitje knoflook. En dan zongedroogde tomaat. Meestal als dit nog goed is. Ligt al heel lang in de koelkast. En dat wordt mijn lunch. Daar heb ik heel veel zin in. Ze hebben trouwens niet bedenken dat Sven en ik compleet tegenovergesteld koken. Ik snij namelijk altijd met een klein mes en zo met een grote. En ik roer altijd met een grote lepel en Sven met dit ding. Van een gourmetstijl. Totaal tegenovergesteld. Maar goed, alles zit in de pan. Dus ik ben benieuwd. Het ruikt echt heel lekker. Wij gaan straks uit eten. Dus ik ga eventjes een beetje met mijn haren doen. Gewoon een heel basic outfitje aan. Ik denk dat het leuk om even een beetje mijn haren te doen. Oh, ik vergeet mijn methode. Wij gaan straks uit eten. Dus ik ga eventjes een beetje met mijn haren doen. Gewoon een heel basic outfitje aan. Ik denk dat het leuk om even een beetje mijn haren te doen. Oh, ik vergeet mijn methode. Nou, dit is mijn haar geworden en mijn make-up, gewoon simpel. En dan mijn outfit. Dit is hetzelfde shirtje en dezelfde ketting als die ik gisteren om had. En dan deze broek van Stradivarius. En deze gimpen van Reebok. Wij zitten bij Papiano, maar het hele ideale is dat je nu gewoon aan je tafel kan bestellen. Normaal moet je los van elkaar in de rij gaan staan. Dat hoeft ze nu niet. Vanwege corona. Dus denk dat zo'n voordeel. Zullen we nu gesteld? Ja. Dus eten is er. De eerste gang zit erin. En nu de volgende bestelling. We hebben inmiddels allebei een eigen tafel, anders past de pizza er niet op. Nou, dat is prima. Goedemorgen, het is zondag. Het was gisteren echt super gezellig. En daarna hebben we nog even een filmpje gekeken. Maar ik was best wel snel moe eigenlijk. Dus ik ben op tijd naar bed gegaan. En vervolgens redelijk op tijd ook weer opgestaan. Want ik dacht, ja, dan hebben wij genoeg geslapen. Dit zet ik nog aan.
En vanmorgen ben ik druk bezig geweest met allemaal dingetjes die nog op mijn actielijst stonden. Ik heb nu mijn sportkleren aan, want ik ga zo naar de Zumba. En ik heb hier allemaal de spulletjes voor dat vriendinnetje van mij. Dit is gewoon mijn eigen tas met cadeautje voor haar erin. Maar hier heb ik allemaal kleertjes, dekentjes, weet allemaal niet in zitten. Dus dit wordt mijn uitdaging op de fiets. en normaal heb ik deze rugzak gaat altijd mee naar mijn ouders toe met alle spullen voor de kids. Dus dat heb ik nu even hier neergelegd. Dus allemaal luiers voor Elin, zwemkleertjes, voor schoon, kleertjes en knuffeltje. Dus dat moet er straks weer in als ik terug ben. En ik ben wel lekker productief en dat vind ik echt heel prettig. Want dan kan ik een beetje van die to-do's van mijn lijst opschrijven. Ik word helemaal moedeloos in mijn hoofd. Ik ben weer terug van kraamvisite. Dat is heel gezellig. Veel langer dan ik gewend ben van kraamvisite. Ik moet mijn haar wassen, maar ik dacht dat doe ik morgen wel eventjes. Veel langer dan ik gewend ben. Maar het was hartstikke leuk. En natuurlijk de baby niet vastgehouden. Maar wel gewoon gezellig gekletst. En heerlijk geluncht. En helemaal goed. Dus nu nog even laatste dingetjes opruimen. Dan komen mijn schoonouders. Ik weet wel dat het zo rood is. In de spiegel kijken. Goedemorgen, het is maandag. En ik heb gisteren zo weinig gefilmd dat ik dacht ik pak vandaag nog even mee. Nou is vandaag niet een hele boeiende dag, want ik ben gewoon aan het werk. Oh, er komt de motor bij. Dus vandaag is niet een hele boeiende dag, want ik ben gewoon aan het werk. Maar op zo'n thuiswerkdag waar ik in mijn hele grote t-shirt zit, dat kan soms. Ik heb één overleg vandaag en dat is met een hele dichtbijstaande collega, zeg maar. Dus die zal het niet uitmaken dat ik in een groot wit t-shirt zit. Maar goed, dat is het voordeel van thuiswerken. Dat je gewoon lekker in je hoek in je t-shirt kan zitten. Maar er zijn een aantal dingen die ik doe, zeg maar, bij thuiswerken om nog een beetje leuk en productief te houden. Dus ik maak tegenwoordig een weekplanning. Dat doe ik in deze Masha Planner. Dit is echt een hele oude variant. Maar ik heb hem heel lang niet gebruikt en nu wel weer. Dus dit is dan zeg maar de door de weekse dagen. En het komt ook mooi uit, want ik ben altijd op vrijdag vrij. En die staat ook op de andere kant, dus van het weekend. In het weekend zet ik meestal, maak ik meer een to-do-lijstje. En door de weeks zet ik normaal gesproken ook mijn afspraken en zo erin. Maar ik heb nu, omdat het vakantietijd zijn, heel weinig afspraken. Dus dan schrijf ik gewoon op wat ik qua werk allemaal wil doen op een dag. En ik zet er ook mijn sport in. Zet er ook nog andere acties in. Zo moet ik bijvoorbeeld vandaag toch echt even gaan kijken naar autohuur op vakantie. Tenminste, ik heb er al heel vaak naar gekeken, maar we moeten gewoon nu een knoop door gaan hakken. Dus dat moeten we vanavond even doen. En ik ben heel blij met deze paarse markeerstift. Ik moet nou ook heel veel stukken lezen en dan ben ik lekker met deze paarse stift te doen. Is toch leuker dan geel, vind ik dan zelf. Dus zo begin ik de dag. Ik ga even snel lunch halen en dan ga ik weer verder. Dit is wat ik gekocht heb. Ik heb al andere dingen voor de salade in huis, geen paniek. En dit, hier ging het mis. Dit is kapot in mijn gaan en mijn tas, maar goed. Dit is, ben ik benieuwd naar. Dit is 100% plantaard. Dit is yoghurt op basis van de mam. Gaan we eens even proeven. Even samen een filmpje kijken. En Sven staat te koken en ondertussen leg ik eventjes de spullen klaar voor het douchen. Dat moet ook gebeuren. En ik zet ook wat spullen in de douche klaar. En wij zetten altijd zo'n babysitje erin. Dat is echt ideaal, want dan gaat ze nergens heen. Dat is echt top ding. En dat kun je dus in bad gebruiken, maar wij gebruiken het ook in de douche. En deze hebben we nieuw, want die andere waren beschimmeld. Dit zijn van die dingen die kan je op de muur plakken. Hartstikke leuk, nog wat emmertjes. Dus dat leg ik klaar. Outfitje voor morgen voor Eden. Nu nog even voor Niels. Voor Niels chocoladeijs, of tenminste bevroren banaan met cacao en een klein beetje kokosrasp eroverheen. Ik heb even gesport en daarna gedoucht. Zo'n sunshine. En dan ga ik nu de vlog afsluiten. Ik neem jullie volgende keer weer mee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en graag tot dan. Doeg!